Oké, hey hallo allemaal, welkom bij Mad Games Tycoon. Start nieuw game. Player name. Drewy. We gaan alles mogen doen. Gender male, female, oké. Simple tutorial. Tutorial heb ik niet nodig. CSP Games. Country, kan er van iets met 10 G's of zo. First Person is iets wat je later pas krijgt, maar whatever. Logo. Dit zou Rockstar moeten zijn eigenlijk, maar hier is het Rockstar. Ik wil. Welk logo wil ik? Laat die checken. Ik gebruik deze ook op de andere, dus. Ik heb ze in Simple Call nog gedaan. Oké. Okay. Oh, het gaat even eentje omhoog. Dit is waar mijn gozertje denk goed in is. Of. Ja, special feature. Laat ik hem maar gewoon eventjes op. Een mod support zetten en met daarbij RPG. Ik ga standaard, ik wil het doen normaal. Automat Games Scanner is slim many function disabled, maar alles wordt gewoon locked. Goed. Mooi. Wat beginnen we ermee? Gaan we even met dit. Dit is echt een hele kleine dingetje die ik altijd doe. Om gewoon op die manier even een klein beginnetje te maken. Oké. Research gaat dan al niet worden. Toilet heb ik in principe ook niet nodig. Dus. Oh wauw, regen heb ik de vorige keer nog niet eens gehad. Goed. Dit zijn allemaal geen dingen voor de computer. Maar we gaan dus ons eigen spel maken. Retail en Games USB is het enige wat we kunnen momenteel. Retail. En wel, we hebben nog niet. Free to play ook nog niet. De main genre. De skill game wordt. Topic. Een dungeon skill game. Maar eigenlijk moet dan een dungeon adventure zijn ofzo. Een dungeon arcade. Engine hebben we dat niet. Target market. Ik ga in principe zelf geen namen neerzetten. Dat doe ik bij mijn eigen dikte wel. En bij deze. Wel. Gewoon zo. Welkom op de PC. Meerdere platforms doe ik toch niet. Oké. Concepts. We hebben nog een klein andere game gemaakt. Dus kunnen we die gebruiken. Game reports. Snap ik zelf ook nog maar niet. My Games Fan Test heb ik ook nog maar niet. Voor een arcade spel. Moet gewoon de gameplay goed zijn. Game rank. Er zit niet echt story in. Atmosfeer moet redelijk zijn. Beginner friendly. Aangezien het. Een dungeon arcade is. Het is geen skill game natuurlijk, dus. Ik wil het meest op de technologie gefocust wordt. Oké. Let's do it. Dus uit ik hoe het werkt. Oké, we gaan de tijd even wat versnellen. Dat doe ik altijd.
Dit spel gaat waarschijnlijk zo naar zuigen. Er is een ander spel gereleased al. Ja, we willen een publisher vinden. We hebben een arcade. Dus we gaan hem lekker bij jou doen. Nice. Oké. Ik hoop ik zwaar goed. Alleen de controls zijn een beetje slecht. Nou ja, my best. Dat betekent al dat het beter kan. Maar dat is ook al ergens mee zijn begonnen. Goed. Er waren waarschijnlijk al bugs. Die gaan we nu direct regelen. Language packs hoeven niet te doen. Aangezien we alle language tags hebben gepakt. Die wel een patch. 2 bugs. 250 removen we die. En natuurlijk. Als je ziet dat dit een beetje aan het dalen is. Dan kan je ook nog. Natuurlijk. Heel simpel. Het is languages. Een update doen. Zo duur is het niet. Maar het werkt het makkelijkst als je dingen een beetje omlaag gaan. Want dan springt alles ineens weer omhoog. Jammer ik fout heb. Dan denk ik dat ik een research studiootje wil van. In principe even groot. En de mensen ervoor hebben we nog niet. Publisher heeft een campaign gemaakt, de dungeon. Oké, mooi. We hebben al 1 fan. Goed, wat doen wij? Wij pakken. Oh, dat kunnen we allemaal doen. Jezus. Goed, ik wil het liefst zo snel mogelijk niet naar de large garage. Maar het liefst snap ik naar de small office building. Ik denk dat deze heb ik nooit gedaan. Deze 2, deze heb ik wel gedaan. Deze heb ik niet gedaan, die heb ik niet gedaan. Ik ben naar die gegaan. En op eigen werk nu voor deze aan het sparen. Want ik ga 2 mensen nodig hebben. Benedict Hein. You're in. Gretchen Stanley. You're in. Oké. Wat willen wij doen? We gaan iets researchen. B-size is er niet nodig. Maar het is zoiets waar we mee kunnen. Nee, we kunnen alleen maar gaan beginnen. Want we hebben er geen geld voor. Ik denk. Voor een goede game. Auto's. Een racing game. We pakken de volgende werk die we kunnen doen. Kijken ze meteen. Oké, die beginnen ook langzaam omlaag te kruipen. Dus wij gaan een update zo meteen inleveren. Oh shit. Het springt ineens extreem erg naar beneden, dus. Oeh. Alsjeblieft, haal het. Nou, gaat het niet worden. Oké. Okay. Nieuwe research is RPG, dus hartstikke goed dat die best wel snel komt deze keer. Ik ga jullie moeten cancelen. Maar we hebben dus bijna al geen geld. We hebben een kleine research team. Ik denk dat ik hier iets samen ga moeten veranderen. Oké. Okay. Contract Borg is het enige wat we momenteel voor kunnen. Maar aangezien ze nu met 3 grootjes zijn, gaat dat dan heel snel gaan ook. Op zich, op mijn eigen zelf, doe ik echt alleen maar Contract Borg. Het maken van games, dat zit er niet in mijn bedrijven. Trouwens, ook als je dat doet. 2, 3, dat ik nog niet heb gedaan. Ik heb er helemaal geen 2 gemaakt. Zoals een beetje het
het raar dat er nog in zit. Ik weet niet of ze dat eruit gaan halen. Ik hoop het wel, en anders rip. Mijn genre, RPG. Kunnen we niet researchen, oké. Oké, ook even erop letten. Er begint al... Over het begin al dingen te gebeuren. Wij gaan console research doen. Oké, is ook te duur. Dank je voor het laten zien. Ik denk dat wij niks hebben aan research, momenteel nog. Oké, planten. Shit, ze beginnen nou om dingen te vragen. We hebben 4 mensen hier in dit team. Wij kunnen niet participeren. Oh, trouwens, dat doen we eraan denken. Ik borg gewoon het maximale. True. Dat zou helpen. Maar dan kan ik weer een game maken. Tussen. Desks. Emilio, Olga. You're in. Jullie gaan nu direct RPG doen. Terwijl wij ons met deze job gaan bezighouden. Deze job duurt 12 weken. Oké. Okay. Dan gaan wij maar eens beginnen met de volgende game. Dat is het enige wat we nu kunnen doen. Burn it, Sunday Drive. Dat zou voor een teenager. Dat is wel een goede voor een race game. Voor een arcade race game. Oh nee. Ja, arcade. Geen engine. Kunnen natuurlijk niks. Kunnen we niet eens. Let's do it. Arcade race game op de PC. Graphics gaan we het omhoog halen. Game length. Dus de functies gaan we het omhoog moeten. Het gaat wel dieper en het is een beetje tussenin. Dit ook deze keer op hetzelfde. Oh, vorige keer was de gameplay die een beetje dodelijk was. En dan gaat ze meteen ons derde spel, gaat een RPG worden. Oké, okay, volgende spel. Publisher zoeken. Ah, oh, dat is leuk. Hop. Doe dat maar. Ah shit, 28, oké. Okay. Wordt best tijd dat wij gaan werken om de bugs eruit te halen. Develop patch voor Burn It Sunday Drive. En natuurlijk tegelijk, die zijn een level. 16.000 win je eraan. Hey, ik doe het wel. Dan. Toch maar eens beginnen aan een update. Misschien moeten we dan zo meteen nog even iets van geld eruit halen. Subgenre now available. Mooi zo. Wij gaan tegelijk Jumperrun onderzoeken.
En daarmee maken we direct ons volgende spel. Wat deze keer een RPG is. In samenwerking met een puzzle game. Dus. Ring Commander. Pac-Man. Make a box out. Whatever. Gen Engine. Tarmac All Ages. Dungeons, RPG's, puzzel. Wat wil je er nog meer? Heel simpel. Next. We gaan direct multiplatformen. Ik koop voor de Qatari, aangezien die de grootste market share heeft. Van degene die je kan vinden. Vanuit de PC. PC is dat met nog even iets minder, maar dan moet ik eventjes remove. Ja, daar. Goed. Gameplay. Story voornamelijk. Functies moeten goed zijn. Beginner friendly. En het is voor allebei. Alright, let's do it. Wat gaan we hier doen, de RPG's? Ah shit. Je ziet al, dit is voor mij altijd best wel slecht. Dat wordt gewoon nooit beter mij. Oh nee, en hoe nog is dat? Ik denk dat het tijd is voor de updates van hem. Oké, maar geen fans meer. Oké. Tegelijk gaan we een patch maken voor Boxout. En we smijten daar gewoon direct een update tegenaan, aangezien we willen dat hij wat beter verkoopt. Moet hem niet, dus we gaan gewoon dit eventjes doen. Nee, niet hier. Jullie gaan. Genre is een beetje te. Topics, cities. Oké, we gaan gewoon deze accepteren. Voor puzzel samen met skill. Topic. Voor toys. En dit is voor kinderen. We noemen geen engine, want dat hebben we gewoon nog niet. Voor de PC. Gameplay game length moet redelijk zijn. Functies. Beginner friendly. En mag in principe voor de casual gamer zijn. Oké, okay, let's do it. En ik ga dit. Hier moet je heel erg op letten. Wat je dat ook altijd kan doen met dat soort languages, is een language pack maken. Oké. Okay. Zo zie je maar, ik ben dus hartstikke slecht met het zingen. Dat ging dus totaal fout.
tijd voor de volgende update van dit spel. Worst Game of the Year, Colways. Ja, ik heb hem wel gemaakt, alleen ik ben niet de publisher van deze. Dus dit, hij moest voor een bepaald ding moest hij gemaakt worden. Ik heb trouwens net de fanletter gekregen. Oh ja, daar moet je ook even op letten. Company. Publisher. Wauw. Oh, dat werkt ook allemaal. Oké, dus je kan ook de shares en shit van iedereen kopen. Jezus. Er zit nog veel meer achter. Nou, hier fan, het is van een box uit. Disappointed. En het gaat ook voor Dungeon Life. Zij beginnen aan een jumper en arcade. Daar is je dat. Goeie. Het is een jumper en dus dat is science. Arcade, dan moet je geen skill games nemen. PC als eerste en dat is gewoon geen daarna. Graphics gaan we deze. Tenet hebben allemaal belangrijk is. En dan de gamepacks gewoon niet. Nice. Nog altijd zijn de controls bar slecht. Wat gaan we researchen gaan features. Tegelijk, the lazy dead. Oké, box out is net van de markt afgehaald. Van een patch van de Lazy Dead. Update. Wij gaan een update voor jou. Heel whatever. Hier een update voor. En dan beginnen we zo meteen ook even aan een soundpack.
of language pack. Nou, we hebben dus nu ook aan compleet aangewerkt. We hebben een update van de Lazy Dead geactiveerd, waardoor die dus ook wat beter weer zal werken op scrolling. Nice. Nu de laatste update van deze. En dan halen we daarna onze handen van het spel af, van Burn It. Dat is dus al gebeurd. Oké. Okay. Dan gaan we over deze naar de volgende language pack. En dan is het zo dat zij een kabinet nodig hebben. Nou, mooi kabinet. Leuk, die kan ik nog niet eens plaatsen. Maar zo toch? Oké, de Lazy Dead gaat een update moeten krijgen. Een alles overhalende update wordt het. Dan direct laatste language pack nu. Jullie mogen gerust de joystick driver gaan researchen. New engine available. We gaan de engines kopen. Daar ging je toe met de Lazy Dead. We hebben iets van 900 vensters bijgekregen. Wij gaan een update moeten doen van de Lazy Dead. Anders dan loopt het spel dadelijk compleet mis. Oké, het spel begint langzaam echt bij iedereen zijn interesse te verliezen. Wij gaan dus de volgende update doen. En we gaan de laatste twee updates gaan we nog achter elkaar rushen. Scripted AI. Dat is een belangrijke. Laatste update en daarna is het spel klaar, officieel. Zeker, dus ik heb best wel wat uit kunnen toveren. Tijd dat we aan de engine gaan beginnen. Gaan we optimizen voor, denk RPG, features, speak music, dit gooi je er allemaal in. Dus dit is de CSP engine 1. De eerste engine die gaan we ook echt gebruiken voor de dingen te maken. Om spullen mee te maken. Dus dat gaat hartstikke goed komen.
Deze is bijna uitverkocht. Dus bijna klaar. Wij kunnen tegelijk ook eens een keertje gaan beginnen aan bepaalde dingen te researchen voor consoles. Daar gaan we ons ook eens verdiepen. Ik kies voor de chipset. Nou, nou is het echt allemaal aan gaat gaan. Want ik heb consoles bekijken ook op mijn gezicht van de NES Squared. Oké, nu met deze engine gaan we ons bezighouden met het volgende spel. Misschien zelfs. Moet B+ zijn, dat hebben wij niet. We gaan dus een schone weer een standaard game maken. Het wordt... wat wordt... Jump and Sounds heb ik de vorige keer gedaan. Skill games zijn deze keer goed. Slechter van is Druids. Nee, Druids zijn ook goed. En RPG's zijn deze keer slecht dan tanks. Dus we kunnen geen skill games samen met RPG doen, maar we doen een skill game samen met Jump and Run. Nou, weet je wat? We houden het hierop. Jump and Run Toys. It's for all ages. We doen het samen met de CSP Engine. Copy protection by. Ik koop ze gewoon even allebei, want zo ben ik wel. Het kost wat ik nu doe. Wil ik de graphics iets omlaag halen en met de gameplay focussen. Dan ben je één feature te veel. En dit is één, dit moeten we zo doen. Dus sprites. Oké. Iemand heeft mijn engine gekocht. Hallo, engine koper. Ik heb trouwens tegelijk. Ja, daar wil ik even een klein beetje alvast terug. Publish. Find publisher. Skill game slash jump and run. Nice. Alleen de sound is een beetje bad. Dus daar gaan we ons ook meer op focussen. Maar als eerste. Updates. We beginnen met een patch. Wordt nogal logisch. Save game feature. Oh, die is belangrijk. Marketing department. Doe ik normaal gesproken. Ik heb die één keertje gedaan. Die heeft mij niet echt. Ik snap het niet helemaal dus. We gaan even een game update doen.
Zoveel kost het niet, dus. More beginner friendly. Oké. Okay. Wat hun willen. Ah, mooi. Iemand heeft mijn engine gekocht weer. Language packs. Alsof ik zo direct mee begin. Oké. Okay. Wat dus betekent als je dit soort dingen krijgt? Iemand heeft mijn engine gebruikt. Engine purchase price was 15.000. Profit share die iets uit het spel opgehaald. Complete profit. Ik krijg 15% van. Dus dat is. Dat is dan dit. Klopt dat? Ja. 25 is 100. Dan zou ik niks meer dan 100 krijgen dus. Dat klopt inderdaad. Dus ik heb dat geld in principe gewoon gehaald. Aangezien dat. Vanwege mijn engine is. Dan gaan we maar eens aan de volgende update beginnen. Mijn Carly Pillar Armageddon. En sinds die niet snel is, dan gaat er iets fout. Ah. Blizzard Entertainment heeft mij een engine gekocht. Ik wil graag dan nu een language pack van twee languages weer. Dan is een update. Daarna de laatste language packs. En dan daarna kunnen we het volgende weer doen. Feature, safety and support. Is fucking belangrijk. Ik ga tegelijk. Shit. Mooi zo. Ik wil zo snel mogelijk de update doen. Oké, volgende keer als ik dus aan language packs en shit ga werken, dan moet ik dat eventjes iets later doen. Of nee, niet iets later. Oh shit. Ik ga ze eventjes in wat kleinere vorm moeten doen. Dus ik doe nu bijvoorbeeld eentje en that's all. Nou, mooi. Dan kun je, ja, die gaan. Ga de volgende update doen. Dan weer een language pack en daarna de volgende update. En dan kan ik misschien de naam nog doen. Hey, mooi zo. Goed, ik ga me eventjes bezighouden met deze. Developer. BNP Bros. Die ga ik zo meteen dan eventjes een stukje van de shares van kopen. Nou, Fafi Soccer is door Lockstar gedaan. Oké. Okay. Moeten wij de volgende language pack doen?
Nee, begint nou begint al omlaag te gaan. Laatste update heeft geen zin. Het spel ligt er al uit. Kijk of ik al voor meer geld moet hebben, want dan kon ik die shares kopen. Wij doen een jou. Oké, die heb ik dus allemaal niet. Hoe kocht je die krengel ook weer van tevoren? Nou, weer hier. Bij engine. Nee, niet engine. Waar? Dank je dat ik dingen op gezicht heeft. Corporate protection. Oké. Okay. Devkit? Ja, Devkit. Vlaams dat ik eventjes gewoon dat soort jobs ook kan doen. Oké, hier heb je Adventure voor nodig, die heb ik niet. Puzzle gaan we wel lukken. Toys, puzzels. Oké, geen RPG's. Skill game. Alle eetjes gewoon. Gebruik de CSP engine. Normaal gesproken heb ik ook nog... Kan ik een license? Nee, ja, kan één license. Oké, heb ik ooit. Ik ga het gewoon proberen. Gameplay. Ik ga het lukken met deze. Dit soort dingen. Oh ja, ik kan natuurlijk alle features gebruiken. Ah, je hebt niet genoeg geld. Doe ik dat toch gewoon? Ik ga sowieso een groot team nodig hebben, maar dan ga ik ook een grote locatie nodig hebben. Ook hier kan ik waarschijnlijk nog een serietje van doen ofzo. Nog wel even een moment. Oké, het is niet wat we nodig hadden. Shit.
Nou weet ik, dat soort dingen moet ik gewoon niet accepteren. Dat gaat hem gewoon niet worden. Ik weet ook eigenlijk helemaal niet van wat ik mee bezig was. Oh god. Simulation en... Dan kan ik simulation en school zijn goed. Oké. Ik heb de contract work. Maar dus ga beginnen aan wat meer. Oh god. Desks. Dus moet ik even direct 4 mensen erbij kan halen. Goed, je bent aangenomen. Jij bent aangenomen en jij bent ook aangenomen, aangezien ik niet meer mensen kan aannemen. Dankjewel allemaal om mee te helpen hieraan. Hun had deze ook een keer gelicensed. Oké. Bijna. Ja, ik ga level 3 inhouden. Oké, we gaan aan de game werken. Als de research klaar is, kan ik even sportsgame researchen. Oké, dat gaat me sowieso nog wel een tijdje niet worden, dus wij doen eventjes een andere. Shit. Dat is het enige. Oké, het moet een skill game zijn. Nou, een populair is wel een goed sportscan, dus dat is mooi. Een jumper en skill. Science. All ages. Met de CSP engine. Andere license of dood, oké. Nu gaan we met deze. Nee, we zijn nu met zoiets bezig. Of nee, we zijn nu met een arcade jumperun bezig. You do not have enough money. Nou wel. Als je ook met veel meer mensen hier aan werken, gaat het helemaal goed komen. Oké. Trash can.
Nou, gaan we het krijgen. Ah, ik moet 5% eronder. Nee, dat soort dingen is allemaal hartstikke slecht om voor mij om te doen. Production. Ik wil production hebben, echt waar. Niet veel geld kan ik aanvragen. 3 mil, oké. Okay. Rip. Oké. Okay. Het is 2 en 8. Als het research even wat sneller kan gaan, dan zou het heel erg geapprecieerd worden. Training room, rot, geen production. Fuck me sideways. We gaan een head office hebben, nodig hebben van ongeveer 3x3 dus. Dat ben ik steeds erin nodig hebben. Ik wil een research. Van 3x5. Dan moet het apartment worden. Oké. Okay. Wat het dus betekent, nu ik twee van dit soort dingetjes heb. Desks. Oké, okay, mooi zo. Dan wil ik nog één dingetje hebben en dat is nog twee desks. Jullie gaan weer bezig gaan met dat. Dit team gaat een game maken. Nu kun je twee verschillende games volgens mij maken. Het is niet 100% zeker, maar het kan best wel handig zijn. Nou, jullie gaan de CSP engine gebruiken, jullie gaan gewoon die engine gebruiken, dus die gebruiken. CityRPG. Met puzzels. Oké. Okay. Heb je geen puzzel, word je het al een keer gebruikt. Random name. Ja, weet je wat? Dat is goed.
Ik pak het concept van Box uit mee. Zou moet iets meer voor de casual en iets meer beginner friendly zijn. Klopt dat? Fanletters voor Box uit. Atmosfeer moest namelijk omhoog. Dat heb ik gedaan. Voor een Game Force is er niet. Oké. Te veel features. Ja, sprites gaan er even tussenuit. Oké. Hun maken nu dat spel. Deze gaan een heel andere game maken. Hun pakken als main genre Jump'n'Run. En voegen dat samen met een arcade. Ja, my best. Topic. Dit wordt een car game. Margaret, all ages. Met de CSP engine. En met dezelfde license. Dit gaat... Dit ding is precies hetzelfde. Game concept. Pak even van jou erbij. En hoeveel punten had jij? Wat of ik nog op... Wacht, pak even wat concept van jou erbij. Hetzelfde verhaal, dit van omlaag. Corvex gaat nog even een stap omlaag. En voor dit is dus scrolling niet echt nodig. Oftewel, het zijn er twee gedeeltes, zijn tegelijk bezig, terwijl jij ook daarmee bezig bent. Maar dit is wel eventjes, dit zijn dan de laatste twee games die gemaakt worden. Ja, we gaan hem releasen van publisher. Het is een Jump'n'Run arcade. 38, oké. Jullie gaan bezig met contract work van die. Jullie gaan hem ook publishen. Sniper geen puzzel, dus jullie gaan met hem. Oké. Dit zijn dus al best slecht gegaan. Jullie. Een patch op. Een van de twee, maakt niet uit. Allebei moeten uiteindelijk gepatcht worden en shit. Deze keer komen er geen dingen overheen. Maar ik zit er wel aan mijn tijd, dus. Ik bedank voor het kijken. Alle laatste wissel in de beschrijving. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga hun allebei nog eventjes een laatste opdracht geven. Dat allemaal voor de volgende keer. Hun krijgen allebei... welke updaten hun nou? Ik heb een Silver Eye. Maar dan was het weer deze kerst. Laat je ze weer zo in de beschrijving. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende keer.